Lex van Dijk is al ruim 30 jaar werkzaam in de motorbranche. We zochten hem op in zijn motorzaak in Amsterdam en vroegen hem of de voorbereiding van motorrijders een oorzaak zou kunnen zijn van al deze ongelukken. Ja, zeker wel. Ik ben daar, heb ik een motorfiets die moet nog even snel een accu in, want hij wil rijden. De bandenspanning is te laag. Er zijn een heleboel factoren, dus de mensen moeten er meer mee bezig zijn met motorrijden. Dat gebeurt nu toch te weinig? Dat gebeurt nu nog te weinig. Er komen echt troostloze gevallen komen er binnen. Elke week komen er troostloze gevallen binnen. Dan denk ik maar, hoe kan je zo op de weg opgaan? Voordat je op de motorfiets stapt, zorg dat je bandenspanning goed is. Zorg dat je een aantal dingen gecontroleerd hebt, je vering, dat het allemaal goed is. Dat de brandstofvoorzieningen natuurlijk allemaal goed zijn. Beschermende kleding, dat je opvalt in het verkeer. Ik denk het besef van dat de motorrijden het toch gevaarlijker is als het autorijden, dat de mensen dat moeten beseffen, automobilisten natuurlijk ook, maar ik denk dat het besef er moet wezen. En als je beter opvalt in het verkeer, denk ik dat je beter en veiliger motorrijdt. En dus minder ongelukken. En dus minder ongelukken, ja. Is het nou niet gewoon beter eigenlijk om gewoon met een auto het verkeer in te gaan? Nee, ten eerste zakelijk voor mij niet. En ten tweede, het zit in je genen, het zit in je bloed. Een motorrijder is het vrije gevoel en dat kun je niet kwijtraken. Gevaarlijk of niet? Zeker, een motorrijder is zeker gevaarlijker als autorijder. Maar als je veel meer anticipeert, kun je de gevaar heel erg terugdringen.